Ik ben Domien Michels en naast mij staat intermezzo van het Meerdalhof. Dus dat is hier het paard waar ik dit jaar de Olympische Spelen in Tokio heb meegereden. En ik ben hier dus eigenlijk, heb ik heel mijn jeugd doorgebracht op mijn eigen Meerdalhof hier. Ik ben hier sinds dat ik 6 jaar ben ongeveer, heb ik eigenlijk altijd mee in de paarden, in de lessen meegereden. Heb ik eigenlijk heel mijn jeugd, mijn vrienden hier doorgebracht. En dat is natuurlijk wel leuk dat we eigenlijk terug, ook na zoveel jaar hier nog altijd zijn met intermezzo. Intermezzo, sinds dat hij 6 jaar is ongeveer, Rijken, heeft Mark mij eigenlijk, de eigenaar van Intermezzo, mij dan gecontacteerd vroeger om te vragen of ik Intermezzo wou rijden. Eigenlijk was het doel toen om hem nog te verkopen. En dan is hij eigenlijk naar mij gekomen. Ik heb hem hier eerst een paar keer komen proberen. Ook om te kijken dat er wel een klik was met hem. En die was er eigenlijk van in het begin. Dus ik ben Mark Steeno, ik ben fokker en eigenaar van Intermezzo van het Meerdalhof. Domien is hier opgegroeid, dus ik ken zijn ouders heel goed, zijn vrienden van mij. Mensen komen hier al heel hun leven. En dan hebben we ook gezegd van oké, ja, we zullen aan Domien eens vragen dat hij geen interesse had om met dat paard te rijden. Hij had ervoor al een paar paarden gereden. Dat was altijd heel goed meegevallen, dus daarom we zeggen ja, we zullen Intermezzo naar hem doen. Ze hebben daarmee komen proberen. Die had er blijkbaar direct een klik mee. En we hebben besloten van ja, oké, we gaan hem eerst wat regionaal, dan nationaal en dan internationaal te starten. En dat was dan een succes. We hebben daar toch al wel heel veel plezier van gehad. We hebben nu ook afgesproken dat we het paard gewoon gaan doorhouden met misschien het zicht op Olympische Spelen Parijs. Ik ben heel blij dat die eigenaar hem ook wou houden voor mij. Voor de sport verder in te groeien en te kijken dat we daar dan verder konden uitbouwen. Met dan natuurlijk als hoogtepunt dit jaar hadden we dan de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap in Hagen. En ja, dat was eigenlijk wel een droom natuurlijk daar in vervulling ging, dat we dat mochten meedoen. Dat hadden we vooraan nooit niet gedacht dat dat mogelijk ging zijn, maar het is toch gelukt. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Moeten we eens een verkopen of kunnen we eens een verkopen, dan zullen we dat ook wel eens doen te gepaste tijden. Maar vooral de sport is belangrijk en we willen dat Domien kan doorgroeien en blijven rijden. Dus dat is voor ons zeker prioriteit. Ik zou er zelf ook nog wel eens willen mee rijden als hij in pensioen gaat.